Goedemorgen en welkom bij deze Real Morning Routine. Dit is niet zo'n morning routine dat eigenlijk heel fake is. Dit is letterlijk hoe ik het doe in de ochtend. Klinkt een beetje stom, maar het is wel zo. En moeilijk opstaan in de ochtend is ook een van mijn ochtendrituelen. Ah, nee, het licht! Ik ben een vampier. Nee, het licht. Oh. Dan pak ik mijn telefoon, want dat is het allerbelangrijkste. Gewoon even mijn wekker uitzetten. En dan moet ik helaas uit mijn bed stappen. Hier lijkt het dan alsof ik het niet zo'n probleem vind. Maar luister, in de ochtend maak me niet wakker. Eén tip. En dan ga ik even naar de badkamer. En daar doe ik gewoon mijn dingetje. Hé, hey, daar ben ik weer. Hé, hey, ik heb echt nog een ochtendface. En dan ga ik mijn lens in doen. En dan moet ik even mijn handdoek. En ja, kijk, ik heb de badkamer hier ook niet opgeruimd. Ik had helemaal geen zin erin. Want ja, in de ochtend ga ik ook niet even de badkamer opruimen. Want daar heb ik niet zin in. Dus het is gewoon, het ziet er gewoon uit. Zoals het letterlijk altijd eruit zou zien. En dan pat zijn vinger in mijn ogen en heb mijn lens in mijn ogen. Dan de andere. Ik heb echt nog een ochtendgezicht. Laat weten in de reacties of jullie een ochtendhumeur hebben of niet. Ik wel. Ik haat de ochtend. Ik wil niet opstaan. Opstaan is stom. En dat is al de tweede keer dat ik mijn tong uitsteek. Oké, we gaan tellen, hè. Oké, 2. En dan doe ik mijn lenzenpotjes en dingetjes weg. Haar even borstelen. En dan maak ik mijn haar vast, want ik ga me douchen. Maar dat heb ik natuurlijk niet laten zien op de video. Lijkt me niet zo slim. Oké, 3e keer dat ik mijn tong uitsteek. En dan komen we de douche uit. En dan ga ik naar mijn kamer. En mijn kleren aan, haartjes gefeund. Dit blouseje is van Indian Blue Jeans en de broek ook. En dit is de 4e keer dat ik mijn tong uitsteek. Dan pak ik mijn make-up. En dan smeer ik het op mijn hoofd. Heel veel mensen zeggen altijd tegen mij, gebruik je veel make-up, maar dat valt eigenlijk wel mee. Als eerste concealer, en die is van de Cut Juice. Die wil het niet scherp stellen. Focus on me. Focus on me. Woehoe! En dan gebruik ik dus concealer. Uitblenden. Mijn haar, als ik net uit de douche kom, dan zit mijn haar altijd. En ik heb het gefeund, dan zit het heel pluizig en al dat soort dingen. Dus. En dan een vloeibare concealer voor buisjes. En dat was de 5e of de 6e keer dat ik mijn tong uitstak. En dan smeer ik het overal en dan lijk ik een beetje op een Indiaan. Als ik zo hard tap, hè, met mijn concealer, dan voelt het alsof ik een halve hersenschudding krijg. Het is echt zo van, echt zo, tak, tak, tak. Eigenlijk heb ik in de ochtend helemaal niet heel veel tijd om mijn make-up te doen. En dan gebruik ik een poeder. Ik kijk echt heel lelijk in de spiegel. Bronzer. En dan doe ik altijd zo van die duiklipjes trekken. En dan blush. Want ja, je wilt er niet uitzien als een wit spook. Tenminste, ik niet.
En dan mascara. Ik gebruik een aantal mascara's. Sommige, de ene is voor volume en de andere is voor lengte. Dan kom op, zie dat met je mascara. Het duurt dat lang. En dan ga ik mijn... Wat ga ik nu doen? Oh, ik ben niet scherp. Ik kan niet zien wat ik doe. En dan is het beter voor mijn haar te kammen. Brush those hair, girl. Woo, you go for it. Mijn haar is een beetje pluizig. Ik had het eigenlijk vast moeten doen. Zo, dan. Nog borstelen. En dan wilde ik het zo doen, maar dat heb ik eigenlijk niet gedaan, volgens mij. Nee. Nou, kom op. Het is maar haar. Oh, ik heb het wel gedaan. Nee, toch niet. Of wel, nee, zie je. Nou, wat ben je lang bezig met je haar, schiet op. Ik wist echt niet dat ik zo lang bezig was in de oorzen met mijn haar. Het zit prima. Hup, ga je eten maken. Oh ja, een parfum van Shawn Mendes. Hij is helaas bijna op. Dus ik moest echt nog het laatste beetje wat er een heel klein beetje in zat gebruiken. En dan pak ik mijn jas. Zo, ik heb een hele mooie gele jas. En die is van Vincino. Mijn tas. Licht uit. En let's go. Dan ben ik in de keuken. Plof ik mijn tas neer. Mijn jas. Mijn telefoon. En pak wat lekker broodjes. Ik weet niet wat ik nu ga pakken. Broodjes, ja, broodjes. En dan pak ik ook brood. Zo, waar ben ik? Ik ben er niet. Waar is Emma? Waar ben ik? Daar ben ik. Ik neem zelf altijd brood mee naar school. Ik eet het niet altijd op, maar dat is bijzaak. Daar zullen we het maar even niet over hebben. En dan heb ik mijn boterhammendoos en die doe ik in mijn tas. En heb ik een mooie roze. Iedereen dacht altijd op de middelbare school. Nee, boterhammendoos, ik wil niet binnen de middelbare school, dan ben ik niet cool. Gewoon doen. Iedereen heeft het. Veel makkelijker. Just don't care.
Nam nam nam. Nam 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 nam. Oh. Zo lekker eten, smak, smak, smak. Smak, smak, smak. En toen kwam ik erachter dat ik geen tijd meer had. Dat heb ik altijd in de ochtend. Ik eet of mijn ontbijt op de fiets, of ik neem ontbijt op school, omdat ik gewoon niet, ik gewoon geen tijd heb om. Dat is echt eigenlijk echt zielig. Ik heb gewoon geen tijd om te ontbijten. En dan doe ik mijn gele jas aan. Zo, jasje dicht, Emma. En dan nog even een hapje van mijn broodje. En dan ga ik mijn broodje opeten op de fiets. En dan pak ik mijn tas. En dan ga ik. Doei doei! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, I see you later. Ik moet helaas naar school. Doei doei, love you. Yeah, it's not safe.